Vandaag stellen we ons één vraag. Wat is nu puur rijplezier? Waarom? Omdat we de nieuwste Porsche Cayman voorstellen. En volgens sommigen is dit model minder waardig ten opzichte van de Porsche 911. Nu, onze dreamcar-piloot Jeffrey houdt enorm van de Cayman. En dat voor zijn typische ingrediënten. Middenmotor, centraal, achter, tweewielaandrijving, compacte afmetingen en een laag gewicht. Nu, als het om gevoel, karakter en balans gaat, is de Cayman zijn favoriet. En je hebt natuurlijk verschillende modellen van de Cayman. Wel, dit is de Cayman. De 718 Cayman GT4. Met zijn typische aspect. Want voor de tweede generatie van zijn Cayman GT4 heeft Porsche geen half werk geleverd. Beginnend met een frame dat geslepen en verlaagd is met 30 mm. De gebodybuilde carrosserie optimaliseert de aerodynamica en biedt ook een dosis extra downforce dankzij een vaste spoiler en een efficiënte diffuser. En als het op prestaties aankomt, heeft deze GT4 niet veel om de 911 te benijden. Sinds de benaming 718 is de Cayman overgestapt op een viercilinder met supercharger. Maar niet deze GT4. Deze krijgt de flat 6 van de 911 generatie 992 zonder supercharger, maar wel met een 4 liter. 420 pk en 420 Nm met een maximaal toerental tot 8000 toeren. En een goede oude mechanische doos. Zo zie je maar, soms komen Jeffrey en ik wel overeen. Precies, een handgeschakelde versnellingsbak. Het wordt zeldzaam. De puristen die houden er wel van. De banden zijn nog niet warm. En top, off we go. 8000 toeren. Zien dat we altijd boven die 5000 toeren zitten, dan hebben we onze maximale koppel. Porsche heeft die manuele versnellingsbak perfect getuned.